Oké, ik ben net toegekomen in Antwerpen Centraal. Ja, ik ga nu wel naar de winkels gaan en ik kan toch niet als een bomma naar die première gaan. Wat ga ik anders aan doen? Ik weet het niet. Oké, ik hoop dat ik iets goed vind. Goh. Ik heb wel spulletjes bij ingeraakt. Er was niet echt iets. Maar bon, ik heb 8 dingen of zo. Ik ga dat eens passen. Dat is goed, hè? Maar misschien niet voor een première. Ik dacht dat ik een keigoed broekpak had, maar ik heb dat net aangedaan en het is echt veel te klein. Kijk. Oh my god. Top. Fantastisch. Oké, ik ga die broek, dat witte truitje en die oranje trui meepakken. De rest niet. Ik heb nog altijd niet echt iets, maar ja, dat is beter dan die bomma kleren. Oké, kinderen. Ik heb wat spullen gevonden. Ik heb een trui, een broek en nog een trui gekocht. Ik weet niet of het goed is, maar... Ik ga ook nog eens een foto sturen naar Sien, of die het goed vindt. En dan komt dat helemaal in orde, die première. Ben ik nog ingezoomd? Ja, top. Goed. Dag liefste vrienden van de vlog. Zoals jullie weten ga ik zaterdag naar de première van november 89. Hè, de musical waar Aaron in meespeelt en Ryan en nog allemaal mensen. En ik ben vandaag in Antwerpen, want ik ga eens een kijkje nemen bij de repetities van de musical. Of ja, we moeten toch eens gaan checken of alles daar wel goed loopt. Hè? Of dat het wel goed komt zaterdag. Want ja, het moet natuurlijk de moeite zijn om te gaan kijken. Maar voordat ik naar de repetities ga, ga ik eerst iets eten. En je denkt, ja Gloria, die gaat gewoon alleen iets eten. Maar dat is dus helemaal niet waar. Want ik ben hier met Aaron! Hallo! Vloggertjes, leuk weetje over Aaron Blommaert. Aaron Blommaert kan niet eten. Hij eet met zijn mond open en hij smakt. Ga je het eens voordoen? Dat is echt niet waar. Dat is wel waar. Ik heb het net gezien. Nee, dat is eten zoals je normaal zou eten. Zie, het begint al. Hebben jullie het gezien? Omdat ik moest lachen. Dat is wel. Echt. Allee, eet. Wat, ik hoor in mijn oren. En daar juist zat hij. Hij zat er. Ik ga het nadoen, hè? Wacht. Moet zo. Maar dat staat zo scheef. Toch? Is dat niet gewoon je hoofd dat zo wat scheef staat? Daar zijn de Aaron Blommaert. Ik heb echt geen idee wat je nu gaat doen, man. Dat is niet eens waar. Ik schrok wel, dat is echt waar. Ik eet gewoon snel. Omdat als je eten er toch staat, moet je toch snel opeten. Ja, ik vind dat is soms een beetje tijdverspilling misschien. Dat is eigenlijk zoals afspreken met Aaron. Dat is gewoon een beetje tijdverspilling. Florijn is zo grappig. Toch ja. Maar we zijn echt goede vrienden hoor. Wat vinden jullie van mijn broekpak? Ja, wacht, we gaan even check doen. Dus Aaron heeft een broekpak aan. Kijk, die man is super blij ook met je broek. Maar Gloria vindt het niet zo goed. Nee, ik vind het gewoon een beetje... Het is een beetje... Laat weten in de comments wat jullie van Aaron zijn broekpak vinden. Vinden jullie het ook zo... Ik ga het niet zeggen. Ga daar een keer staan. Strak? Nee, dat is niet wat ik ging zeggen. Wat ging je zeggen? Nee, ik weet niet meer wat ik ging zeggen. Oké, we zullen even... Wacht, even doen de catwalk. Maar iedere keer draaien, dan kan ik zo doen. Oké. Oh, hier. Liefste vloggertjes van de vlog. Laat weten in de comments wat jullie vonden van Aaron zijn heel mooie broekpak. Het valt eigenlijk nog wel. Een leuke anekdote over Aaron zijn broekpak is... Even op vakantie in de wc. Tof. Leuke.
Ik ben Aaron. Het leuke anekdote over Aaron zijn broekpak is, dat is dus van zijn auditie van... Nee, dat is... Je zei weer fake news. Fake news. Van zijn battle. Van zijn battle van The Voice Kids. Want hij wil echt nog een kindje. Dit is Aaron Blommaert die een TikTok opent. Oké, jongens en meisjes, je hebt Aaron ook uitgedaagd voor een TikTok-challenge. Zet je er klaar voor? Kunnen we dat opnieuw doen? Straks als het mislukt? Ja, tuurlijk. Ja, echt. Ja, tuurlijk. 3, 2, 1. The dance flow silly. The ladies gon' feel me. The fellas in the back. And they twisting up a belly. Get silly. Get silly. Nee, kijk me. Kijk mijn hoofd. Kom. Opnieuw. 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 Hij pakt wel een goed beeld in uw pakje. Je bent ermee aan het lachen, hè? Liefste vloggertjes, Aaron is al keilang aan het repeteren dus. En vanavond moet je opnieuw repeteren. En wat gaan jullie doen? We gaan de allereerste generale repetitie doen van de musical. Oh, spannend! Spannend! Ik was nog niet uitgepraat. Irritante. Van november 89. Nee. Ah, die beet in mijn hand. Oké, take. Dat weet ik veel. Ik ga gewoon stoppen met tellen vloggetjes, want Aaron is gewoon echt te slecht. Soldier boy, tell them the dance flow silly. The ladies gon' feel me. The fellas in the back and they twisting up a belly. Get silly. Yeah! Het is gelukt, het is gelukt. Ik ga me online posten nu. Misschien moeten we nu weggaan in het restaurant, want ik denk dat ze ons een beetje irritant vinden ook met onze TikTok. Dag Floortjes! Hey, lieve ketnetters. Ik ben hier bij de repetities van november 89. En dit is Otto. En Otto, jij speelt ook mee hè, in november 89. Ja. Wat doe jij juist? Vertel eens. Ik ben Klaus Holtz. Ik speel... Die vooral als het kleine. Ah, oké. Okay. Dus je hebt eigenlijk een grote Klaus en een kleine Klaus. Ja. En jij speelt dan de kleine Klaus. Ja. Voor als jullie terug in de tijd gaan. Ja. Oké, okay, super cool. En Otto, ik heb gehoord dat Aaron moet kussen in het stuk. Is dat waar? Is dat ja. Waar? Ja. En kan hij dat een beetje? Kan je dat zien? Ja. Ja. En doet hij dat dan zoveel met dat meisje? Zo kussen? Of moeten ze niet zo veel kussen? In het stuk. Ja, ja, in het, ja, erbuiten. Erbuiten ook? Ja. Ook als het stuk niet bezig is? Nee. Ah, oké. Okay. Ik dacht al zeg. Aaron mag kussen, kussen, kussen. Maar hij kan het goed. Ja. Allee, ja, je kunt dat natuurlijk niet zo goed weten, maar het ziet er oké okay uit. Ja, het ziet er. Ik denk je dat het gaat lukken, de première? Ja. Ja? Heb je er zin in? Ja. Zullen we eens gaan kijken naar de zaal? Ja. Ga jij ook eens, want Otto heeft mij net rondgeleid hier. Maar we zullen ook eens aan jullie ketnetters laten zien hoe het eruit gaat kijken. En Otto, hoe is dat dan als iedereen rond u de hele tijd aan het zingen is? Is dat niet vermoeiend soms? Ja, dat is zelf wel. Oei, is dat Aaron? Oh, kom, we gaan snel kijken, we gaan snel kijken. Oh, hij is net klaar. Spijtig. Te laat, spijtig. Oh. En wat zijn ze nu aan het doen? Ze zijn nu aan het checken voor de intro. Super cool. Wij gaan even kijken naar de soundcheck. Oké, Otto, jij hebt nog een vraag hè, voor Aaron. Vind jij dat leuk om te kussen in het leuk. Leuk? Ja. Kussen is toch leuk? Tuurlijk. Tuurlijk, zie kijk. Maar ik kan dat wel niet zo goed, helaas. Heb ik horen fluisteren in de wandelgangen. Lieve kindertjes, zoals jullie daar juist al hoorden van Otto, moet Aaron kussen met iemand in de musical. En volgens Otto kan hij dat wel niet zo goed. Maar we gaan je wordt ook gefluisterd dat ik de kuskoning ben. Dat is niet waar. Dus we gaan nu eens even vragen aan degene die dat het beste kan weten, het meisje waar we Aaron kust, hoe dat hij kust.
test A of niet? Directe vraag. Soms toch wel wat beter dan anders. Hoe vind je dat om zo te horen van jezelf? Beetje pijnlijk. Maar weet je, dat is niet erg. Ik kan niet in alles goed zijn, hè? Otto, we hebben nu wel al veel verteld en zo over wat er gebeurt in de musical. Maar misschien, Otto, moet jij ons even rondleiden aan alle zo achterkamertjes en achter de schermen bij de musical. Is goed. Goed? Oké. Dit is onze vertelling van de muur. Van mijn muur? Ah ja, want lieve kidnetters, de musical gaat over de Berlijnse muur. Oei, maar ze zijn even aan het roepen daar. Dat is geen probleem. Hier gaan we door. En deze is een van de Humboldt Universiteit. We gaan via daar. We gaan via daar, zo. Oh, kijk, en Ryan is aan het soundchecken. Waar moeten jullie bijvoorbeeld omkleden? Kom maar mee. Ah, en hier zit de band of wat. Dus eigenlijk moeten de acteurs zingen en de actrices met een live band. Ja. Dat is wel cool. Dus dat betekent eigenlijk dat de muziek niet op een cd wordt afgespeeld, maar dat de instrumenten en de mensen die de instrumenten bespelen hier erbij zitten. Super. En wordt er veel gezongen in de musical? Ja. Heel veel? Heel veel. Dat zijn alle kledijstappen. En moeten soms mensen zich omkleden tijdens de voorstelling? Ja. Maar dat is het Duitse kostuum hier. Het Duitse kostuum. Van Ryan. Ja. Ah, is Ryan een slechte Duitser? En dit is een niet. En hij moet zo van die botten aan doen, of wat? Ja. Laat ik eens zien. Zet hem eens op. Wow. Dus, jongens en meisjes, dit is de hoed van Ryan. Supercoole hoed wel, hè? Otto, zou je hem zelf aandoen zo? Ja. En is er nog iets wat we moeten zien? Misschien wel de andere kant, hè? De andere kant? En ook waar dat publiek dan moet zitten. Misschien moet je dat eens vertellen. Dit is onze grote tribune. Dit is dus de grote tribune, zodat er nog meer mensen kunnen komen kijken naar jullie voorstelling. Oké. En daar kunnen ze eigenlijk meekijken naar wat er op het podium gebeurt. En zo kunnen ze het geluid regelen en het licht. Waar gaan we nu naartoe, Otto? Dit is de rondgang waar we spelen. Ah, oké. En dus de mensen komen langs hier binnen? Ja, dat is de deur. Dat is de deur naar buiten. Ik zie ook dat het buiten is. Oeh, amai. Maar het is al donker buiten, hè. Ja, het is al wat later. En Otto, heb je stress voor de première? Nee. Nee? En denk je dat Aaron stress heeft? Denk van wel. Oké, Otto, bedankt voor de rondleiding. Voilà, nu weten de kidletters en ik een beetje beter, hè, hoe het zo in zijn werk gaat bij november 89. Maar Otto, ik wens jou heel veel succes. Dank u. En ik zie jou zaterdag dan, hè? Ja, goed. Oké. Dag kidletters. Tada.